Hey, hier zijn we weer. Deze keer geef ik jou en Ender weer handige tips om jouw nieuwe of bestaande kot gezellig en praktisch in te richten. En vooral dat laatste is niet voor de hand liggend, want zo gigantisch groot is een kot niet. En ik denk dat we toch af en toe wel eens een paar vrienden over de vloer willen, hè? Nu natuurlijk iets minder, maar hopelijk zodra het academiejaar terug begint, dan meer. Dan moeten we er zeker voor zorgen dat iedereen zijn eigen plekje heeft. En ik zie er al een leuke zetel die we zeker kunnen gebruiken. Ik zal hem alleen verplaatsen naar hier. Ja. En van deze plek eigenlijk een knus hoekje maken. Ik heb ook drie kei toffe krukjes bij, die je allemaal kunt opstapelen. Dus dat is ook goed voor spacing. En ze zijn ook multifunctioneel, want als je ze niet gebruikt als krukje, kun je ze gebruiken als bijzettafel. Damn, oké, ben benieuwd. Yes. Dank je. Voilà, dan kunnen we er hier twee naast elkaar zetten als bijzettafel. En dan plaatsen we de derde hier in het hoekje. Alright, cool. Heel nice dat iedereen nu een zitplaats heeft. En ook vet dat ik ineens een salontafel heb. Jazeker, en ik denk dat het zelfs nog gezelliger kan door enorm veel kussens daar te plaatsen. Kussens kun je nooit genoeg hebben. En in die IKEA kun je er echt voor een prijsje scoren. En ik heb wel toffe kleurtjes. Ik heb er hier een paar mee. En om het plaatje helemaal compleet te maken, zou ik ook het beddengoed vervangen, zodat er toch nog een kleurtje uit het kleurenpalet erin voorkomt. Perfect. Wanneer in de hoek beginnen? Ja. En zoals je ziet heb ik ook net een tapijt gelegd. Keihandig en ideaal voor mensen die al rap koude voeten krijgen. Dus dan ben je daar ook meteen vanaf. That's me. Ik draag oprecht elke winter twee paar stokken op elkaar. Waar? No joke. Allee, voilà, opgelost. En om deze cozy corner af te maken heb ik nog een staanlamp bij. Deze kunnen we daar in de hoek plaatsen. Ook altijd fijn, of als je een boek wilt lezen, dan zit je daar in je leeshoekje. Wauw. En blijven er dan ook vrienden slapen, want lukt dat wel in deze ruimte? Daar heb ik eigenlijk zelf wel iets op gevonden. Onder mijn bed zit er nog een bed. Je kunt dat gewoon uitschuiven en dan is er een extra matras die je erop kunt leggen. En op die manier creëert je een beetje een dubbel bed. Alright, en ik zie ook dat er nog lades onder zitten, dus ik zou het zelf niet beter kunnen. Dat is een stevig compliment, thanks. En ik heb nog een leuk extraatje voor als je vrienden langskomen. Een punchshot kun je altijd mee scoren. Ik zou zeggen, laten we er meteen eentje maken. Heel graag. Denk je dat je vrienden het nice gaan vinden om hier te komen chillen? Sowieso. Ik denk ook oprecht dat we dit punchshot veel gaan gebruiken. Ik hoop het. Schat, dit waren dan weer enkele tips en hopelijk tot de volgende. Ciao! Deze keer creëren we de ideale suite.